Dat onze leefomgeving zo'n grote impact heeft op onze gezondheid is niet nieuw. Toch zijn veel mensen verbaasd als ik ze vertel dat een groot deel van de chronische ziekte, misschien zo'n 70%, wordt bepaald door onze omgevingsfactoren. Wat we eten en drinken, de lucht die we inademen, onze sociale interacties en leefstijlkeuzes zoals roken en lichaamsbeweging. Het heeft allemaal invloed op onze gezondheid. Om het belang van die omgevingsfactoren te benadrukken, hebben onderzoekers in 2005 de term exposoom bedacht. Exposoom is een combinatie van het woord expose, wat blootstellen betekent, en oom, wat verwijst naar de totaliteit van iets. Zo verwijst het genoom naar al onze genen, erfelijke factoren. En het exposoom naar alle niet-erfelijke factoren waaraan we blootgesteld worden. Door onderzoek te doen naar het exposoom, kom ik meer te weten over deze niet-erfelijke factoren. En kan ik een bijdrage leveren aan het voorkomen van chronische ziekten. Iemands gehele exposoom meten gedurende zijn of haar levensloop is onmogelijk. Er is geen universele methode die alle factoren van het exposoom kan meten. Maar de technische ontwikkelingen maken gelukkig wel steeds meer mogelijk. Door informatie van draagbare sensoren, satellieten, biomedische metingen in het lichaam en verschillende bestaande databronnen slim te combineren, kunnen we steeds beter de complexe buitenwereld aan de biologische binnenwereld koppelen. De som van die externe en interne factoren die afzonderlijk en in interactie met elkaar onze gezondheid beïnvloeden, is allesbepalend. Om tot die optelsom te komen, werken we aan methoden waarmee we bijvoorbeeld in enkele druppels bloed duizenden chemicaliën, medicijnen, voedingsbestanddelen en gerelateerde veranderingen in belangrijke biologische processen kunnen meten. Hierdoor kunnen we de omgevingsfactoren ontdekken die het ontstaan en het verloop van chronische ziekten bepalen.